Goedendag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. En terwijl het regent en onweert in Hilversum... ga ik u bijpraten over het weer voor vanavond en de komende dagen. En het kernwoord zal zijn wisselvallig. Op het radenbeeld van vanmiddag, zo rond tien over half drie... zien we zware neerslag boven Gelderland, het zuiden van Twente, Utrecht... delen van Flevoland. En die neerslag die trekt westwaarts, niet naar het oosten. We hebben met een oostelijke stroming te maken. Dat betekent dat de buien van de oost naar west trekken. Zuid-Holland en het zuidelijke deel van Noord-Holland krijgt dus ook met de forse buien te maken. Ook daar kan het af en toe gaan onweren en is lokaal misschien een wateroverlast mogelijk. Ook op de satellietfoto zien we het slechte weer. Het is een groot langgerekt bewolkingsgebied en eigenlijk loopt die hele lijn van buien vanuit de Balkan en dan helemaal onze kant op. Het is een langgerekt gebied en we zijn daar voorlopig dus ook niet vanaf. Zien we ook terug in de modelvelden? Vanochtend lag er nog een zwak hoge drukgebied boven Denemarken, maar lage druk boven het zuiden van Duitsland. En dat lage luchtdrukgebied dat gaat zich uitbreiden. Dat zien we ook in de bewegende beelden. De luchtdruk gaat dalen en er komt steeds meer blauw in de beelden. En dat is allemaal neerslag. Als ik een lijn trek door de kern van het lage drukgebied, hè, dan zie je dat die ook door de zwaarste neerslag loopt. Nou, daar liggen ongeveer de windsprong. Ten zuiden van deze lijn staat een westenwind, en ten noorden waait een oostenwind. En die splitsing tussen die twee windsoorten, windrichtingen, die blijft voorlopig boven Nederland liggen. Niet alleen morgen dus wisselvallig weer, maar ook in de nacht van dinsdag op woensdag. Er zijn modellen die dit woensdag langzaam naar het zuiden weg laten trekken, maar er is ook geen enkel model die dat uitstelt tot donderdag. Voorlopig dus ronduit wisselvallig weer in Nederland. Nou, Dat hebben we dan uiteraard ook vanavond. Veel plaatsen buien. Ook in het noorden kan een enkele bui gaan vallen, maar de meeste regen trekt via Gelderland naar de westkust. kan ook nog af en toe onweer bij zitten, maar het aantal onweersbuien wordt geleidelijk wel minder. Temperaturen vanavond een graad of 17. Vannacht wordt het dan op wat meer plaatsen droog, maar helemaal droog wordt het niet. Het blijft ook groter dus bewolkt en het klikt daalt naar een graad of 15. Morgenochtend is er ook veel bewolking. In het noorden misschien een zwak zonnetje, maar die stelt weinig voor. In het zuiden valt dan al van tijd tot tijd regen. En in de loop van de dag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Er is weer een kleine kans op onweer. En het is vooral grijs en nat in de middag en in de avonduren. Temperaturen 16 tot 18 graden in de regen. En in het noorden komt de regen pas later op de dag. Daar wordt het eerst weer rond 20 graden. Dan na het weer van woensdag, dat ziet er eigenlijk ook ronduit wisselvallig uit, zoals ik net al heb uitgelegd. Temperaturen dan zo rond de 16 graden. Heel misschien in het uiterste noorden en zuiden wat zonneschijn. Donderdag komt de zon er beter bij, dan trekt de regen weg of er valt nog een laatste buitje. Maar in ieder geval in de loop van de dag meer zonneschijn. De wind draait overal naar het oosten tot noordoosten, dan wordt het 18 graden. En vrijdag bij droog weer kan het 20 graden worden. En ik kan alvast verklappen, ook de zaterdag ziet het droog uit met geregeld zonneschijn. Even volhouden, nog. aan het einde van de week wordt het beter weer. Ik ben Riels Severin van weerplaats.nl.